We zijn in oktober en dat betekent dat binnenkort de dagen weer korten en ook het uur verandert. En dat betekent dus donkere dagen. En ook naar verkeersveiligheid is het dan heel belangrijk dat je gezien wordt. En daarom staan we vandaag even bij Pieter Roets, zo is het toch, van het VTI. Dat klopt, ja. Goed, wat doet het VTI Ieper rond verkeersveiligheid? Hoe pakt men dat aan? Wel, als de donkere dagen eraan komen, proberen wij toch onze leerlingen ieder jaar te sensibiliseren om goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Ja, dat is niet zo gemakkelijk, hè, zeker omdat we ook de hele leeftijdsgroep hebben, van 12 tot 18 jaar. Maar wij doen eerst en vooral, meestal rond half oktober, eind oktober, een actie voor onze eerste graad, waar wij een fietsreflectorenactie doen. Dus in samenwerking met onze ouderraad delen wij dan op een bepaalde dag, 's morgens vroeg, als de leerlingen binnenkomen op de speelplaats met hun fiets, delen wij dan fietsreflectoren uit en gaan we ze ook direct in de banden eigenlijk bevestigen om zo eigenlijk hun zichtbaarheid te verhogen. Voor de voetgangers hebben we een aparte actie, dat we eigenlijk in samenwerking met de collega Beeld maken we eigenlijk gepersonaliseerde leuke fietssleutelhangers, of beter boekentassleutelhangers, die ze dan eigenlijk ook aan hun rugzak of boekentas kunnen hangen en dat ze zo ook een stukje zichtbaarder zijn in het verkeer. Niet alleen jullie doen een actie, jullie werken ook samen met de Fietsersbond? Ja, ook dit jaar zal de Fietsersbond op bepaalde tijdstippen, eigenlijk verspreid over Ieper, ook aandacht hebben voor de fiets in het algemeen, ook de fietsverlichting. En zij zullen ook in de maand oktober, een weekje voor onze fietsreflectorenactie, zullen zij hier rond het VTI gaan staan en zullen zij ook aan de fietsers, waarvan de verlichting niet in orde is, ook fietslichtjes gratis gaan uitdelen. Daarnaast hebben we ook natuurlijk onze politie hier in Ieper, die ook wel op geregelde tijdstippen wel onze scholieren mee sensibiliseert om zeker die fiets helemaal in orde te hebben, maar ook naar zichtbaarheid natuurlijk zeer goed in orde te zijn voor alle leerlingen. Oké, verlichting, reflectoren, dat is één, maar dan is er nog een andere mogelijkheid en dat is fluo-jasjes. Inderdaad, en daar zijn we heel verheugd dat we nu dit jaar in samenwerking met Wolf Security aan onze leerlingen eigenlijk gratis een fluo-jasje kunnen aanbieden. We zullen dat voor de leerlingen van 2 tot 7, zullen zij de mogelijkheid hebben om dat via een website eigenlijk te gaan bestellen en zo gratis te verkrijgen. Voor al onze eerstejaars zullen wij hun dat zo al ter beschikking stellen, zodanig dat zij eigenlijk onmiddellijk veilig ook naar school kunnen gaan vanaf dat de donkere dagen er zijn. Oké, misschien over dat reserveren van die jasjes ga ik even tot bij Niels. Niels, hoe gaat dat precies in zijn werk? Heeft dat inderdaad heel goed gezegd. Dus de eerstejaars zullen hier in school een fluo-jasje krijgen. En iedereen die een fluo-jasje wil, kan ook gewoon gaan naar wolfsecurity.be/fluo. En kan daar gewoon een fluo-jasje bestellen, wordt gratis met de post opgestuurd. Oké, en voor de duidelijk, dat bestellen is gratis? Dat bestellen is volledig gratis. Oké, in ieder geval in het VTI zullen ze zichtbaar zijn, de leerlingen. Ik zou zeggen, veel succes met de actie. En wij komen op 30 en ook op 23 oktober nog even langs tijdens de acties met de Fietsersbond en jullie actie met de reflectoren. Dat is afgesproken. Oké, alvast bedankt. Oké. Okay. This is your station, W Radio. Turn it up, turn it up. I like it.